2000 jaar oud. Een schenkkaraf voor wijn uit de Romeinse tijd. Heeft Julius Caesar nog wijn uitgedronken? Want de Romeinen dronken al wijn. Maar ze hebben het niet uitgevonden. Wijn is misschien wel uitgevonden in de oertijd. Hè? Een homo, nog niet helemaal sapiens, die plukt wat druiven, bewaart dat in een leren zakje, gaat per ongeluk op dat zakje zitten. Die druiven worden geplet, dat gaat fermenteren. Na een paar weken vindt hij dat gefermenteerde zakje druivensap en hij ruikt aan een oenga boenga. En hij drinkt dat. Oeh, ik lekker vind dit. Dus die oermens heeft daar al een beginnetje mee gemaakt. 7000 jaar geleden gingen de Babyloniërs dat fine-tunen. Die maakten echt wijn met vaten en pluk. En die Babyloniërs die brachten dat over aan de Egyptenaren. En de Egyptenaren die ontwikkelden dat echt tot een industrie. De Grieken die vonden dat een goed idee, dus die pikten dat idee. Die gingen ook wijn maken. Maar toch bleef dat allemaal vrij lokaal in die landen zelf. En degenen die dat echt over de wereld verspreid hebben, dat zijn dus deze jongens. Want het waren deze jongens die deze jongens wijn hebben leren maken. En die Galliërs, die Fransen, die zijn daar niet blij mee, die horen dat niet graag. Maar het zijn de Romeinen die de wijnbouw naar Frankrijk hebben gebracht. Ze hebben er zelfs een complete god voor. Dag eens, ouwe jongen. Je t'aime.